Saartje! Hey! Uit de zon, op de weegschaal. Saar moet eraan geloven, want de dierverzorgers willen weten of ze zwanger is. Je kan natuurlijk niet 100% uitgaan van het gewicht of zo'n neushoorn drachtig is. Maar het is een goede indicatie. Maar Saar even op de weegschaal krijgen, dat is best lastig. Ze komt dan wel gretig op de appels en wortels af, maar staat telkens net niet met vier poten op de weegschaal. En dan jojoot dat gewicht. Op zich dat wij hier met haar bezig zijn, dat is niet gek. Ja, en zo'n plaat, daar wendt ze heel snel aan. Maar al die mensen die hier staan, ja, dat is vreemd. De verzorgers hopen dat Saar drachtig is en niet alleen voor het dierenpark. Er zijn niet zoveel neushoorns. In het internationale fokprogramma zitten er ongeveer 170. Dus ja, iedere neushoorn die er geboren wordt, dat is alleen maar goed voor het stukje soortbehoud. Maar dan moet ze wel die weegschaal op, die trouwens best klein is. Ja, hij is wat aan de krappe kant, maar het is gelukt. Ja, dus hij hoeft niet per se groter te zijn, toch? Ze heeft dus toch even met vier poten op de plaat gestaan en is op de kop af... 1974 kilo. En dat betekent dat Saar aangekomen is. Maar of ze ook echt drachtig is, blijft nog even de vraag. Er zijn meerdere dingen die we onderzoeken, haar gewicht. Maar we nemen ook twee keer per week een mesmonster en dat wordt dan opgestuurd naar Wenen. Er zit een professor in, die kijkt die mes na. En daar haalt hij hormonen uit. En aan de hand van die hormonen kunnen we dan ook zeggen of ze drachtig is. Afwachten dus. En als het aan Saar ligt, in de zon.